Soms is het wel irritant omdat ik gel in heb, want dat gaat dan trekken. Dat is soms best wel irritant. Heb je wel eens een luis gehad? Ja. Door mijn broertje, want die was een keer met iemand aan het spelen, die had ook luizen. Dus toen had ik het één keer gehad, ja. En jeuken? Ja. Ze steken niet, je wordt er niet ziek van en je gaat er ook niet dood aan. Eigenlijk is er maar één klacht waarom we die vervelende luis willen uitbannen. Ja, jeuk. Eigenlijk alleen maar jeuk. De Oranje Nassau School laat er geen gras over groeien. 14 ouders van de Dordtse basisschool vormen er het luizenopsporingsteam. En begin van dit jaar kregen ze zelfs een workshop van de GGD. Wie denkt dat je luizen bestrijdt door je haar schoon te houden, heeft het mis. Luizen komen voor op schoon haar. Dus in principe, als je haar heel schoon is, is dat natuurlijk heel goed voor de hygiëne. Maar ook voor de luizen, die vinden dat heel fijn. En dan komen ze daar heel erg veel op af. Dus het beste is om gewoon niet te vaak je haren te wassen. Na elke vakantie speuren de luizenmoeders naar de irritante kleine beestjes. Maar daarnaast maakt de Oranje Nassau School gebruik van luizencapes voor over de jassen, om overlopende luizen tegen te gaan. Als er toch luizen zijn in een klas, en met name de bovenbouwgroepen, daar is het nog niet verplicht voor, dan krijgt de hele klas een luizencape vanuit school. Het luizenteam en de luizencapes lijken te werken, want groep 7 van de Oranje Nassau School bleek vandaag luizenvrij. En ook in andere klassen ging het goed. De totaalscore op de anti-luizendag. Vandaag valt het toevallig heel erg mee, is er maar één levende luis gevonden. Dat betekent dat we het aardig onder controle hebben.